Yo. Hallo, Gezines en ik willen jullie allemaal fijne kerstdagen wensen. Ja, mooi. Ook voor oma Gezines wens ik jullie allemaal fijne feestdagen en veel hele zegen en bulte geluk in 2023. We gaan natuurlijk ook weer nieuwe afleveringen maken voor oma Gezines, dus blijf hem op de kanaal. Terwijl je kunt zien, hebben we het hele huis verbouwd en we hebben de bulderhuis hier altijd allemaal voor elkaar gekregen. Tini en Lou, die ben er niks bij, maar ja, het is eigenlijk achteraf ook weer donders mooi zoals we het allemaal weer neer hebben gezet. Hè. Dus ik heb wel de bieren gekocht, ik heb rollades in de zaal, dus we gaan met de familie zijn lekker vreten. En ik hoop dat jullie natuurlijk ook lekker eten, hè. Kijk eens. Kerst vier je niet alleen, maar kerst vier je met iedereen. Ook aan de eettafel met familie, om lekker samen te zijn. In een warm huis waar heel veel warmte heerst voor familie en klaarstaan voor elkaar. Dat is heel belangrijk. De kerstwens is ook dat er heel veel vrede komt op aarde. Niet alleen in de wereld, maar ook in jezelf. En dat is ook heel belangrijk. Ik wens jullie allemaal een heel fijn 2023 toe. En dat vinden wij, zoals Gezines zegt, donders mooi. Ja. Ja, Melania, je moet eens helemaal sneller lezen op die oude kiel, want je leest donders langzaam. Dit komt zo niet over. Jongens, je moet bij elkaar winnen, bij elkaar blijven en lekker genieten van elkaar. Want kerst, jongens, dat is een tijd van rust. En rust is donders belangrijk. Daarom heb ik dit jaar mijn schoonmoeder niet uitgenodigd. Ik wil ook eens een keer rust aan de kop hebben. Niet alleen in mijn huis, maar ook buiten het huis. Dit staat niet op de autocue. Maar als jij mijn moeder niet uitnodigt, dan slaap jij vannacht maar op de bank. En ik ga ook geen kerstdiner voor jou maken. Ik ga potverdorie niet de hele dag in de keuken voor jou staan als jij mijn moeder... Ja, Melania, al hoe nou maar eens in stellen, want het is weer een dik gedonder hier weer in huis. Nou, dan moet ik mijn schoonmoeder maar uitnodigen, want dan heb ik niks te vreten. En ja, ik hou ook wel van een lekker warm bedden met mijn vrouw erin. Dus ja, jongens, ik wens jullie fijne feestdagen en een gelukkig 2023 toe. Donders mooi.